Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van 21 december van weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven het zuiden van Engeland en in het westen van Frankrijk en ook in onze omgeving neemt wolking geleidelijk aan toe vanuit het westen, maar boven het midden en oosten van Europa is het nog vrijwel onbewolkt. Daar ligt nog een hoge drukgebied, maar geleidelijk aan wordt dat van de kaart geveegd door een westelijke stroming. En als ik de beelden in beweging zet, ziet u dat er een storing over onze omgeving trekt. En dat we geleidelijk aan met een westelijke stroming te maken krijgen. Voor de komende avond en nacht is het overwegend bewolkt. En van het westen uit gaat het op steeds meer plaatsen regenen of motregenen. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. En de wind is vakt geleidelijk aan af vanuit het zuiden. Morgen is het eerst overwegend bewolkt en op veel plaatsen regent of motregent af en toe. Maar in de loop van de ochtend wordt het van het Noordwesten allemaal droger, en in het Noordwesten breekt af en toe de zon door in de middag. Met een temperatuur van 6 tot 8 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dan hebben we vrijdag een overwegend droge dag met geregeld zonneschijn, en tot de avond blijft het dan droog, en dan wordt het 6 of 7 graden bij een zuidelijke wind. In het kerstweekend waait het soms behoorlijk, windkracht 6, mogelijk zelfs stormachtig, windkracht 8 aan zee, vooral in het Noordwestelijk kustgebied. Zaterdag komt de zon af en toe door, maar valt er ook een enkele bui. En de eerste kerstdag verloopt vaak bewolkt met van tijd tot tijd regen en soms ook veel wind. Maar met 11 tot 13 graden is het vrij zacht. En als ik de temperatuurverdeling voor de komende 15 dagen erbij haal, dan kunnen we zien dat de zachte lucht ons op de eerste kerstdag heeft bereikt. En daarna gaat het kwik geleidelijk aan naar beneden. Tweede kerstdag is het nog wel zacht met 10 graden, maar richting oud en nieuw. Hebben we temperaturen onder de 10 graden en worden de nachten een stuk kouder? Ik ben Diana Woei van weerplaza.nl